30 jaar lang las Theo Gootjes dagelijks alle kranten en ging hij 's avonds na het NOS-journaal aan zijn keukentafel zitten. Daar doopte hij zijn pen in zwarte inkt en tekende hij zijn commentaar op het belangrijkste nieuws. De dag erna stond zijn politieke tekening in de avondkrant. Daarmee zette hij een enorm publiek dagelijks even aan het denken. Het Stedelijk Museum Schiedam eert zijn werk met de solo-tentoonstelling Theo Gootjes, altijd zwart-wit. Naast de politieke prenten bevat de tentoonstelling ook vrij werk zoals handgeschreven en getekende bladen van zijn Gootjesbijbel. Hierin laat hij de menselijkheid zien van de verhalen en vooral het onvermogen dat hij ook in zijn politieke prenten zo genadeloos blootlegt. Ook zijn er in de tentoonstelling objecten en driedimensionale versies van tekeningen te zien. De ondertitel Altijd zwart-wit verwijst niet alleen naar het gebrek aan kleur in zijn werk, maar slaat ook op de mening van Gootjes die altijd duidelijk aanwezig was. De tentoonstelling met het werk van de Schiedamse kunstenaar is van 22 februari tot en met 24 mei te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.